Hey, super leuk dat je kijkt. Vandaag gaan we het hebben over iets heel leuks, namelijk het opzetten van je eigen Facebook en Instagram advertentiecampagne. Dus kijk en doe maar mee. Welkom, wat wil ik vandaag met je delen? Eigenlijk 5 onderwerpen. De eerste is de voorwaarden tot succes. Wat is nou echt belangrijk in het opzetten van Facebook of Instagram campagne? We gaan ook echt een begin maken van het opzetten van een campagne, van een advertentieset. We behandelen alle aspecten van een campagne. We zoomen in op iets super interessants, de statistieken. Dus wat gaat er nou goed, waar kan je van leren en wat kun je verbeteren? En een samenvatting, dus kijk en doe maar meteen mee. Wat is nou belangrijk als je gaat beginnen of als je eigenlijk wilt verbeteren op het gebied van Instagram en Facebook adverteren? Om een succesvolle campagne op te zetten zijn er meerdere punten belangrijk. Maar eigenlijk deze 7 punten wil ik toch wel heel graag met je delen. Het eerste punt is dat adverteren is niks anders dan het uitvergroten van een boodschap. Dus op het moment dat jouw bedrijf heel goed is in een bepaald product of dienst, wil je dat eigenlijk aan meerdere mensen laten delen. En dat doe je middels adverteren. Het is niet zo dat als je heel goed kan adverteren, dat dan de rest van je bedrijf beter hoeft te worden. Kan wel, hoeft niet. Maar als je al iets hebt wat gewoon heel goed is en je wilt dat aan een bepaalde doelgroep laten weten, dan is adverteren een hele goede aanvulling op bijvoorbeeld je SEO om ook in te zetten in je marketing. Punt nummer 2, zie je bedrijf of organisatie als één geheel. Als je gaat adverteren, of misschien ben je al begonnen met adverteren, zal je zien dat je feedback krijgt van mensen. Dus die gaan iets van je bedrijf of organisatie vinden. Die zullen niet altijd reageren op de inhoud van je advertentiecampagne. Dat is hoe het gaat. We kunnen niet zeggen bij wijze van, oké, we verkopen badkamers, we gaan dat bad promoten en mensen reageren dan misschien op jouw bedrijfsnaam of ze reageren op de service of over de parkeerplaatsen. Dat is wel hoe social media advertising en social media aan zich eigenlijk anno 2021 gewoon werkt. Dus probeer dat ook, eigenlijk nogmaals, het adverteren is dus het uitvergroten en het uitvergroten ook eigenlijk van jouw hele bedrijf. Punt nummer 3, en die is wel heel erg belangrijk, is bepaal vooraf je doelstellingen. Facebook vraagt ook voordat je gaat adverteren jouw eigen doelstelling. Ga je sturen op traffic, ga je sturen op zichtbaarheid, ga je sturen op conversie. Dat zijn 3 hele verschillende doelstellingen. Als we die 3 smaken even naast elkaar zetten, als je gaat sturen op zichtbaarheid, wil je dus eigenlijk dat iedereen weet dat jij bestaat. En dan ga je veel meer doen met branding. Dus op het moment dan wil je eigenlijk gewoon dat mensen jouw bedrijf of jouw organisatienaam zien. Los van of ze ooit lid van je gaan worden, ze je gaan volgen, ze iets bij je gaan afnemen, ze gaan werken voor je of wat je andere doel ook is. Dus dat kan bijvoorbeeld heel geschikt zijn als je een productlancering doet. Of dat je zegt van nou, we beginnen een nieuw bedrijf en willen gewoon dat iedereen weet dat dat er is. Of misschien vanuit veiligheid een campagne. Dus dat kan een heel bepaald doelstelling zijn. Een andere doelstelling, en dat is een beetje naar de andere kant toe, dat is een conversiegerichte doelstelling. En een conversiegerichte doelstelling, daarmee zeg je eigenlijk al wel heel concreet, ik wil dat mensen iets kopen op mijn website of op mijn webshop. Ik wil dat iemand een formulier invult of een online sollicitatie. Dus daarmee ga je al heel concreet en heel gericht zeggen van ik wil conversie gestuurd eigenlijk mijn campagne inzetten. De middenweg is vaak traffic. Dus je zegt van ik wil traffic genereren naar mijn website, naar mijn webshop. En daarvan wil ik dat ze mijn blog lezen of naar aanmelden voor een cursus of iets kopen in mijn webshop. Of ik wil gewoon dat ze kennis maken met mijn bedrijf. Al die 3 die smaken op hoofdlijnen en daaronder heb je nog subdoelstellingen. Maar al die 3 die doelstellingen zijn eigenlijk goed. Het is alleen net wat past bij jouw bedrijf, wat past bij je doelstelling, wat past bij je ambitie, wat past bij je ambitie voor deze campagne en op basis daarvan kies je. Het is dus niet zo dat een brandingscampagne is bij voorbaat al slechter dan een conversie. Nee, dat is gewoon net anders en afhankelijk van wat je zelf wilt. Dus, en dat bepaal je zelf. Dus dat is wel even goed om te weten. Dan punt nummer 4, bied waarde aan klanten en prospects. Misschien een beetje cliché, maar het is wel belangrijk. Dus adverteren is 1, maar zorg ook dat heel je bedrijf klopt. Of heel je campagne, of heel je organisatie. Dus weet gewoon dat waar ligt jouw added value. En dat ga je eigenlijk vergroten via een paid media campagne.
Nummer 5, ga kiezen. Ga kiezen of je op een brede doelgroep wil richten of op een niche doelgroep. En een niche is niks anders dan eigenlijk een klein segment van de markt. Dus een klein doelgroep, een klein stukje van de taart. Waar je heel gericht jouw boodschap aan kan mee kunt delen. Je ziet vaak in brandingscampagne dus dat het meer gericht wordt op zichtbaarheid. Dat er bredere doelgroepen gekozen worden. En naarmate mensen heel conversiegericht gaan werken en hun marketing gaan doen. Gaan ze vaak kiezen voor die niche. En die niche, dat betekent dus oké, het is een kleiner deel van de markt. Maar wel heel gericht. Want misschien, stel voor dat je, ik noem wat, kinderwagens verkoopt. Hoef je niet per se jouw bedrijf met kinderwagens, als je een nieuw model lanceert, te delen met mensen die al nooit geen kinderen mee willen, zullen of wat voor reden dan ook hebben. Dus kies daar heel gericht in. Dus maak ook een keuze. Ga ik op brede doelgroepen eigenlijk me focussen op niche doelgroepen. Ook daarin, alles is goed, zolang het maar past bij jouw strategie en jouw doelen. Nummer 6, geloof in jouw creativiteit. Er is ontzettend veel informatie wat er gedeeld wordt online. Dat is wel via social media, maar ook via het adverteren. Facebook en Instagram adverteren werkt via eigenlijk een systeem. En dat systeem is een soort marktplaats. Dus er wordt geboden op het inkopen van een stukje media. Soms is die marktplaats wat drukker en daarmee zullen de prijzen wat hoger liggen. Soms is die marktplaats wat rustiger of binnen jouw niche wat rustiger of jouw doelgroepen wat rustiger. En dan zullen die prijzen lager liggen en dus aantrekkelijker. Als het drukker is, dan zal je creatiever dienen te zijn. Geloof ook in je eigen creativiteit en experimenteer ermee. Het hoeft niet zo te zijn dat boodschap A voor doelgroep A niet aanslaat of voor doelgroep B juist weer wel. Dus ga ook uit van je eigen creativiteit. En nummer 7, een van de belangrijkste. Het leukste is via Facebook en Instagram advertising is dat je continu eigenlijk AB-testing doet. Met andere woorden, je kan continu, als je meerdere advertenties hebt in een advertentieset, continu sturen. Hey, die boodschap slaat beter aan dan boodschap C, want daar wordt meer op geklikt. En dus die continu AB-testing, dat meten, evalueren, dat kan eigenlijk bijna real-time. Dus dat kan op dit moment. Dus op het moment dat we nu een campagne draaien, kan ik eigenlijk vanavond al de eerste resultaten zien en meteen zeggen, die advertentie loopt goed, die loopt minder goed. Facebook stuurt dat ook zelf bij, maar uiteraard vind ik het als marketeer zijn ontzettend leerzaam om daar ook weer wat mee te kunnen doen. Dus dat zijn eigenlijk de voorwaarden voor een succesvolle campagne. Hoe zet je een campagne op? Komen we zo op. Even één dingetje vooraf, is de structuur van de campagne. En hoe werkt Facebook en Instagram nou via de Ads Manager? Is dat ze een bepaalde structuur hebben. En hier heb ik de structuur even voor jullie uitgetekend. Hier zie je dus een campagne. En een campagne bestaat uit een advertentieset. En een advertentieset kan bestaan uit meerdere advertenties. En hier ga je dus eigenlijk op dit niveau ga je AB-testing doen. En je gaat op advertentieset kan je ook al gaan testen. Wat werkt nou het beste? Dus stel voor, we gaan boeken verkopen over puppy's. En we hebben een doelgroep voor mensen die bijvoorbeeld hond hebben. En we hebben een doelgroep voor mensen die iets met puppy's hebben, maar zelf geen hond hebben. Ik noem maar even een random voorbeeld. Dat zijn twee doelgroepen, maar die behoren tot hetzelfde campagne. En het doel daarvan is bijvoorbeeld puppyboeken verkopen. Maar binnen die advertentieset gaan we net die advertenties gaan we iets anders maken voor mensen die wel een hond hebben en mensen die geen hond hebben. Want je kunt ook best een puppyboek kopen als je geen hond hebt, maar wel fan bent van puppy's. Dat is even de gedachte. Dus hier kan je zien, de advertentieset bestaat uit meerdere advertenties. En die kunnen bijvoorbeeld, elke advertentie kan net een andere afbeelding hebben of een andere tekst. En daarmee kunnen we exact meten, tot eigenlijk heel echt super nauwkeurig, welke advertentie spreekt nou aan onder welke doelgroep? Dus hiermee kun je eigenlijk continu AB testen. Wat vindt mijn doelgroep interessant? Wat vinden ze minder interessant? En het leuke is, als je dan ook echt voor open staat om te leren. Wat ik zelf ook wel eens doe, is als ik bijvoorbeeld een advertentiecampagne draai. En ik zie dat een bepaalde foto heel erg aanspreekt. Kan ik die ook weer meenemen in de rest van mijn campagneuitingen. Omdat ik weet van, dat heb ik niet zelf bedacht. Maar dat hebben de bezoekers of de klanten bedacht. Dus je gaat ook eigenlijk heel klantgericht ga je eigenlijk te werk. Dus dit is de structuur van de campagne. Maar daarmee kun je gewoon ontzettend veel. Dan wil ik graag met jullie overstappen naar het live gedeelte. Dus kijk maar mee. We zijn ingelogd in Facebook, in de Ads Manager.
En ads manager die vraagt als je een nieuwe campagne op wil starten, eigenlijk ook al wat ik net al zei, wat voor type doel, wat is nou het doel van jouw advertentiecampagne? Ga je voor branding, dus voor bekendheid? Ga je voor overweging, noemen ze dat hier, maar daaronder valt dus traffic, dus het genereren van verkeer naar bijvoorbeeld je website? Of ga je direct voor conversies? Nou, heb je een webshop, zou je meteen voor conversies kunnen gaan. Zeg je, nou, ik wil iets lanceren. Of kan ook in een non-profit zijn, hè? Dus een campagne omtrent veiligheid, ik noem maar wat. Dan zou je misschien meer voor bekendheid kunnen gaan. En alles ertussenin is eigenlijk een beetje traffic. Nou, ik kies even voor de middenweg letterlijk. Dus wij kiezen dat we nu een campagne gaan opzetten voor verkeer. En hier zo kan je de campagne een naam geven. Dus hier kan ik bijvoorbeeld zeggen, we doen even een voorbeeld. Puppy boeken verkopen. Hier kan ik al de advertentieset en de advertenties een naam geven. Nou, hier kunnen we bijvoorbeeld advertentiesets doen. Ik noem maar wat fan van puppies. Ik doe maar even random dingen. En de advertentie is, noem ik gewoon even advertentie nummer 1. Het is wel belangrijk, ook als je later meerdere campagnes gaat draaien, om de namen al wel goed te noemen. Waarom? Omdat je later ook heel makkelijk dan weer kan terugzoeken op basis eigenlijk van deze zoekwoorden. Dus maak voor jezelf ook een structuur die duidelijk is en waarvan je ook weet, oh, dat, daar kan ik op terugzoeken. Dan klikken we even op doorgaan en dan komen we in een nieuw scherm. En hier zie je eigenlijk alweer die structuur. Hè? Dus die structuur die ik net zei, hier zie je dus puppyboeken, dat is dus je campagne. Daaronder hebben we dus de advertentie set, dat is dus fan van puppies, dat is een bepaalde doelgroep. En daaronder laten we dus de advertenties zien. Dus hier zie je eigenlijk die structuur gedurende je campagne, zie je continu terugkomen. Hier aan de linkerkant valt je misschien nog meer op. Hier zie je gewoon de sluitknop, hier zie je de statistieken, daar komen we later op terug. En hier zie je dus het bewerken, het opzetten van de campagne waar we nu mee bezig zijn. Hier zo in deze campagne zie je hier de campagnenaam, dat hadden we netjes gedaan. Hier zie je AB-testing. Nou, eigenlijk doet hij ook continu AB-testing. Dus dat staat prima. En je kan nog optimalisatie van campagnebudget doen. Dat doen we even zo, want ik wil dat zelf in de hand hebben. Dan ga je door. En hier heb je naam advertentieset. Hier heb je doelstelling. Nou, dat hebben we gedaan. Hier kan je dynamisch advertentiemateriaal doen. Dat betekent dat Facebook en Instagram gaat eigenlijk de inhoud van jouw advertenties combineren. Dus stel voor dat je 3 advertenties hebt en met 3 puppies, dan gaat hij misschien afbeelding 1 combineren met de tekst van advertentieset 2. Nou, de vraag is, wil je dat? Facebook meet continu alles, dus die gaan uit van de beste resultaten en dat voegen ze samen. Zelf wil ik dat niet, omdat ik vanuit de advertentie 1 geheel wil communiceren. Maar goed, denk je van, nou, daar wil ik mee experimenteren of dat wil ik wel doen en ik wil Facebook daarin de lead laten nemen, doe het. Ik bedoel, dat is natuurlijk iedereen vrij om te gaan en staan waar die wil. Maar dan weten jullie even wat het inhoudt. Dan een hele leuke feature of functionaliteit is aanbieding. Stel voor dat we nou die boeken gaan verkopen of we hebben een puppyblog en we willen puppycursussen gaan geven online. Ik benoem maar even wat. Dan kan je middels die aanbieding, deze kan je ook weer extra delen. Dus op het moment dat we kiezen, we willen die aanbieding delen. Dan kunnen we ook echt letterlijk tegen onze doelgroep zeggen, schrijf je, meld je nu aan voor de puppycursus online en krijg 50% korting. Ik noem maar even wat. Maar dan ga je al heel conversiegericht met eigenlijk een stukje verdienmodel, een financieel aanbieding, ga je eigenlijk al naar je doelgroep toe. Dus dit is wel voor webshops of als je iets wil verkopen, is het wel een hele leuke feature. Dan je budget en planning. Dit is een belangrijke, want hier ga je daadwerkelijk zeggen hoeveel geld je wilt investeren. Hier kan je budget per dag doen of je kan een looptijdbudget doen. Nou, stel voor dat wij een looptijdbudget doen, dan kies je hier meteen ook de start- en einddatum van je campagne. Dus hier zeggen we, nou oké, nu staat hij bijvoorbeeld 2 of 4 weken. Maar stel voor dat we hem 2 weken willen laten lopen tot Valentijnsdag. Nou, hartstikke leuk. En we willen bijvoorbeeld €150 uitgeven. Dan klikken we hierop. En dan zie je dus dat hij automatisch 150 pakt. Je zag als het goed is, als je voor de hele scherpe kijken, zie je dat de doelgroepsbepaling meeging. Dus hier zo zie je dat je aantal bereik wordt daarvan ook op gebaseerd. Dus met andere woorden, stel voor even voor de test, hè, dat we hier 500 doen. Dus even een budget van 500. Je ziet dat dit, geschat dagelijkse resultaten onder doelgroepsbepaling, gaat dan mee. Dus we kopen eigenlijk meer media in, meer zichtbaarheid, meer plaatsen op die online veiling met onze boodschappen, met onze advertenties. Doe ik dat weer minder, dus zetten we die op 150.
dan zie je dat we ongeveer, volgens schatting, minimaal 2.500 mensen bereiken en ongeveer 7.000 maximaal. En dat ze uitgaan van minimaal 28 klikken op de links en ongeveer 84. Dus je krijgt eigenlijk al in deze stap een soort terugkoppeling van als je zoveel investeert, is dat eigenlijk je rendement al. Dus hiermee kun je al een soort, kun je al gewoon naartoe rekenen. En kun je ook al zien, is het eigenlijk, ja, is dit wat ik wil of moet er meer budget bij of niet? Dan een hele belangrijke is je doelgroep. Ik zei het al in de intro, denk naar wie je eigenlijk wil bereiken. En het leuke is dat je hier heel veel mee kunt. Ik zal niet alles uitleggen, maar wel alvast een paar dingen. Hier kan je namelijk zeggen, oké, ik wil bijvoorbeeld qua locatie wil ik iemand bereiken. Dus als ik daarin opneem, ik noem maar wat, Antwerpen. Dan gaat hij Antwerpen zoeken. Nou, dan kan ik nog kiezen of het de plaats is, of bij sommige gevallen de provincies, et cetera. Nou, ik doe hem even hier erbij. En hiermee kan ik zeggen, ik wil iedereen bereiken in een straal van 20 kilometer van Antwerpen. Nou, het ligt natuurlijk helemaal aan wie je doelgroep is, wat je aanbiedt en dergelijke. Maar het leuke is, en dit heeft Facebook een tijdje geleden gelanceerd. Mensen die op deze locatie wonen of deze locatie onlangs bezocht hebben, kunnen de advertenties zien. Enkel mensen die op deze locatie wonen. Mensen die onlangs op deze locatie zijn geweest. Of mensen die reizen in deze locatie. Dus dat maakt het al natuurlijk heel een stuk specifieker wie je wil bereiken. En met welke boodschap. Dus hier zo stel voor dat we zeggen, nou, we willen iedereen die op deze locatie woont. Maar doe je iets met toerisme? Doe je iets in de horeca? Nou, nu is het natuurlijk even een bijzondere tijd. Maar stel voor dat dat weer op gang komt. Kun je daar natuurlijk ontzettend leuke dingen mee doen. Dus even om aan te geven. En hier zie je ook meteen, hè, je doelgroep springt bij. Potentieel bereik met het budget wat we nu willen. Hebben we 12 miljoen mensen in Nederland en Antwerpen die we dus kunnen bereiken met een budget van €150 in 2 weken tijd. Let wel dat de leeftijd staat nu standaard op 18 tot 65. Maar misschien dat we wel zeggen, met die puppyboeken willen we pas vanaf 20 jaar. Ik zou niet weten waarom, maar jullie snappen even het idee om te testen. Je ziet dan dat het niet zo heel veel uitmaakt op het aantal op het aantal potentiële bereik, op het aantal potentiële mensen die onze advertenties kunnen zien. Maar misschien wel als we geslacht. Kijk, we kunnen ook nog doen. We willen bijvoorbeeld alleen mannen die van puppyboeken houden of alleen vrouwen. Nou, in dit scenario maakt dat ook. Kijk, je ziet wel natuurlijk dat het potentieel bereik verspringt. Ik zet even op alles. Het gaat even om het idee. Maar deze, kijk. Nu benaderen we iedereen die in Nederland of België woonachtig is, of in Antwerpen, voor €150 als we nu inzetten binnen 2 weken hebben we een potentieel bereik van 12 miljoen mensen. Nou, dat is best wel breed. Dus stel voor dat we zeggen, en niet allemaal relevant. Dus hier zo zeggen we ook nog iedereen die bijvoorbeeld van puppy's houdt. Dus bij gedetailleerde targeting ga je eigenlijk op interesseniveau, en hier zie je het al, hoe groot is dan die groep, ga je selecteren. En iedereen die daar niet van houdt, valt dan ook gewoon af. En dan wordt het natuurlijk een stuk gerichter. Dus, nou, we doen nog even wat meer op puppy. Hier heb je puppy lovers. Nou, dat is allemaal hartstikke leuk. We doen even wat random over puppy. Misschien dat we nog iets kunnen doen met golden retriever. Dus we gaan even inzoomen op ras. Je ziet nu dat het potentieel bereik is nog net zo hoog, maar we sluiten wel iedereen uit die hier eigenlijk niet van houdt. Dus je ziet wel dat we al straks heel gericht onze marketing gaan doen. Nou, we kunnen dit nog zeggen, we doen dit even tot 45, om het even een iets smallere doelgroep te maken. Hij geeft hier ook gewoon keurig netjes groen aan, hoor. Dus op zich is hier niet zo heel veel mis mee. Maar even om te laten zien waarmee je allemaal eigenlijk aan welke knoppen je letterlijk kunt zitten. Hier geeft hij nu aan een bereik, potentieel bereik van 740 mensen. Nou, we laten het even hierop staan. Je kan nog selecteren op taal. Dus je zou kunnen doen iedereen die Nederlands spreekt of iedereen die Engels of meerdere talen mogelijk. We kunnen deze doelgroep opslaan. Dus we kunnen zeggen, nou, deze heet dan puppy boeken of cursus of blog. Wil je later dan nog eens een advertentiecampagne draaien voor deze doelgroep, kan je hem gewoon eigenlijk hergebruiken en hoef je niet elke keer een nieuwe doelgroep te maken. Hier heb je optimalisatie en weergaves. Klikken op links. Je kan zeggen van ik wil pas afgerekend worden als het een uniek bereik per dag is of weergaves. Wij laten gewoon even klikken op links staan. En hier zo, het is nog wel belangrijk, is je plaatsingen. Het Facebook netwerk is heel erg breed.
Vroeger kon je alleen adverteren op Facebook zelf en had je 3 opties. En dat was rechter in de desktop aan de rechterkant. En dat werd omduurd in je nieuwsfeed en dat was promoten van je berichten. Inmiddels is het netwerk van Facebook en Instagram zo uitgebreid dat je op heel veel onderdelen en subonderdelen van Facebook en Instagram eigenlijk ook kunt adverteren. Dus stel voor, we laten het even zien. Als je klikt op handmatige plaatsingen, dan zie je al dat er eigenlijk verschillende platformen zijn. Facebook, Audience Network, Instagram en Messenger. Over het Audience Network is nu alles te doen in verband met de privacy update die iOS 14, dus die Apple, heeft aangekondigd. Even kort, mensen dienen binnenkort toestemming te geven als ze getraceerd willen worden middels Facebook. Dus met andere woorden, een gebruiker op Apple moet echt expliciet aangeven, ja, Facebook mag mij met hun adverteerders mogen mij volgen en ik geef toestemming dat zij mijn data kunnen inzien. Daar is heel veel over te doen, omdat het natuurlijk heel veel impact heeft. Ik ga er voor de rest nu niet te veel op in. Maar dat heeft ook heel veel impact, onder andere voor Audience Network en voor een stukje retargeting. Maar ook daar ga ik niet op in vandaag, maar dan weet je wel even dat dat nu actueel is en dat dat nu speelt. Los daarvan kan je dus zeggen, oké, welke platformen biedt Facebook allemaal? En stel voor dat wij zeggen, nou, we willen ze allemaal. Maar hier zie je dus ook precies waar jouw advertenties dan terechtkomen. En dat maakt het wel heel interessant, want hier kan je dus ook zien, oké, ik wil bijvoorbeeld Instagram overzicht. En op het moment dat je er overheen hovert, dus je gaat er naartoe met je eigenlijk met je muis, dan zie je ook al, oké, hoe komt mijn advertentie er nou uit te zien? En dat is wel heel belangrijk voor de eindboodschap die je hebt, want hier zie je al, bijvoorbeeld in Instagram Explore, zie je al minder tekst dan bijvoorbeeld als je hier zo ziet of als je hier ziet. Of in je stories heb je natuurlijk veel meer verticale content. Facebook idem, Facebook stories. Nou, Instream ziet er weer anders uit. Dan kan je natuurlijk in Messenger kan je ook eventueel adverteren. Je kan op andere derde apps en sites kan je adverteren. Dus kortom, je kan in Facebook Marketplace adverteren. Dus stel voor dat je nou zegt van, hey, ik wil daar grip op hebben. Weet dat dat kan. Weet als je hier naartoe gaat naar handmatige plaatsingen, dus dat je dus zelf eigenlijk kan zeggen, hey, ik wil dat dit allemaal uitgaat. Of ik wil juist niet in Messenger adverteren. Of juist niet in Instagram. Of juist alleen maar op Instagram. Nou goed, je snapt het idee dat je zelf in de lead kan zijn. Voor nu zet ik hem even op automatische plaatsingen. Dus ik laat het ook even aan Facebook waar ze en op welke platform en op welke plaats exact ze de advertentie laten zien. Omdat Facebook continu de beste resultaten eigenlijk gebruikt om het weer beter te maken. Maar weet dus dat je er wel zelf wat mee kan. Dan gaan we even naar de volgende toe. Hier zo ga je de advertentie een naam geven en hier ga je koppelen. Dus hier gaan we koppelen. Ik doe even voor de test aan SOMC. En hier zie je, omdat ik Instagram al gekoppeld heb aan mijn Facebook, zie je dat hij meteen dat overneemt. Dus het kan niet zo zijn dat ik nu hier Facebookpagina SOMC neem en mijn Instagram van Pix, een ander account wat ik beheer. Dat kan niet. Dat is technisch nu nog niet mogelijk. Dus je zegt nu eigenlijk, ik maak een advertentieset en advertenties voor SOMC. En dat doe ik nu binnen die doelgroep. We hebben even puppy, dus we doen net even of we dat puppybedrijf zijn. Maar jullie snappen het idee dat je het hier dus kan koppelen. Hier zo ga je de advertentie maken. Dus we zijn echt al bijna klaar. Zo zie je dat het eigenlijk best wel heel snel kan gaan. En hier kan je dus de advertentie maken. En hier zie je dus de indeling. Dus je kan kiezen uit eigenlijk de communicatie. Hoe wil je nou dat jouw advertentie gemaakt wordt? Wil je 1 afbeelding of 1 video? Wil je een carousel? Dus in een carousel kunnen mensen eigenlijk een soort swipen. Dus dan zie je meerdere afbeeldingen of video's. Nou, stel voor dat je een webshop hebt in kleding. Ik noem maar even iets heel simpels. Maar dat je dan kan zeggen, oké, hey, ik wil meteen mijn nieuwe collectie laten zien. Nou ja, superleuk. Of wil je een collectie, die is voor mobiel alleen. En dan zie je ook weer meerdere eigenlijk items. Nou, wij gaan even voor 1 afbeelding of video. Weet je niet wat je moet kiezen? Begin dan gewoon simpel met 1 afbeelding of video en ga experimenteren. Ik heb contact gehad met sommige mensen van Facebook. Die zeiden, ja, je moet meer carousel advertenties gaan doen. Nou, dan hebben we dat geprobeerd. En bij ons, bij sommige doelgroepen en sommige organisaties en bedrijven, kwamen toch weer uit dat 1 afbeelding de beste resultaten had. Dus soms is het ook gewoon wat jouw bedrijf is en wat jij denkt dat soms het beste is. Meet het, analyseer het. Maar doe dat ook gewoon. En hou het dan gewoon simpel. Hier doen we dit even niet. En dan advertentiemateriaal. Nou, nu komt het allerleukste gedeelte. Nu gaan we echt de advertentie opmaken. Dus hier kunnen we media toevoegen. Nou, dan doen we even afbeelding toevoegen. En hij onthoudt ook afbeeldingen die we al een keer gebruikt hebben.
ga even naar uploaden toe. En ik ga even naar... Ik heb hier een foto van een puppy. Nou, die hebben we via Pexels. Dus die hebben we rechtenvrij, mochten we die gebruiken. Klik ik op volgende. En dit heeft Instagram en Facebook hebben ze vrij recentelijk ingebouwd. En het is ook wel heel handig. Want vroeger moest je een foto op maat bewerken. En die moest je dan ook weer kijken nagelang waar die kwam. De ene keer was het verticale content, de andere keer horizontale content. En hier kan je hem eigenlijk al automatisch bewerken. Dus je hoeft niet nog naar een ander programma te gaan. En dat doe je heel simpel door te zeggen, nou, ik klik op bijsnijden. En hier ziet hij ook van, nou, ik beveel al dit type formaat aan, vierkant, in plaats van origineel. Dus dan klik ik ook op vierkant en hier kan ik nog schuiven. Dus stel voor dat ik veel meer wil inzoomen. Nou, dit is superleuk. Dus dit doen we zo en dit doen we op toepassen. Hetzelfde doen we voor de verticale content. En je ziet hier ook al, dat heeft Facebook gewoon ontzettend slim gedaan, waar dan deze type content, deze afbeelding, exact voor welke type advertentie gebruikt wordt. Je ziet dus apps en sites. Nou, noemen we bijsnijden. En hier zie je ook weer aanbevolen. Dat is logisch, hè, want dat is natuurlijk verticale content. Nou, hier zou je kunnen zeggen, ik doe het zo. Of nou, ik doe hem even zo. Je zou hier ook een andere foto voor kunnen gebruiken, omdat die net een beetje eruit valt. Maar goed, je snapt even het idee. Dan doe je op toepassen. En hetzelfde doe je voor deze. Nou, doen we ook weer even deze. En hier maken we hem eigenlijk weer meer liggen. Nou, deze is wel heel, komt wel heel goed uit. Oké, top. Dan klikken we daarop. Nou, en hier zie je al eigenlijk een eerste gedeelte van jouw advertentie. Dus Facebook is ontzettend slim. Die berekent dus voor je, oké, als ik zoveel budget erin stop, bereik ik zoveel mensen, heb ik ongeveer zoveel kliks. Hij zegt, oké, als je die afbeelding doet, zo ziet het er ongeveer uit. En je ziet hier zo, kan ik ook doorheen bladeren. Dus wij hebben gekozen voor die plaatsingen om alle plaatsingen te doen. Maar als ik nou al daadwerkelijk wil zien hoe die uiting er dan uit komt te zien, kan ik dus zeggen, nou, hoe ziet deze er nou uit op stories? Dus op een verhaal. En voor Instagram stories, dan moet hij even laden. Maar hier zo komt hij eruit te zien. En dan kan ik zeggen, nou, hier word ik blij. Ik vind het persoonlijk nog leuk ook, maar goed, dat is een ander verhaal. Hier word ik blij van. Dus hier kan ik zeggen, nou, dit wil ik. Of misschien dat je zegt, nou, ik ga dan toch een andere foto kiezen. Of, nou, wat dan ook. Maar hier kan je dus precies zien wat jouw ontvanger dus ziet per platform, per advertentie. Hier gaan we de tekst schrijven. Dus hier zetten we leuk, nieuw puppy boek is uit. Bestel nu jouw exemplaar. En hier doen we een korte beschrijving. Dus hier zetten we, ik zet even het scherm iets groter. Dus hier zetten we bijvoorbeeld de mooiste foto's, quizzes. Misschien dat je wel een puppyquiz kan doen. En verhalen over puppies. Je ziet hier zo dat Facebook en Instagram real-time de tekst er ook bij gaan zetten. Dus hier zie je meteen jouw tekst hieronder. Nou, stel voor dat je dit anders wil, dan kan je dat meteen aanpassen. Hier zo zetten we, oké, we hebben natuurlijk gekozen traffic. Dus onze doelstelling in een van de eerste stappen was om een website te kiezen. En hier zeggen we dus, we willen dat deze verwijst naar www.puppyblog. .nl/boek. Zoiets. Nu zie je dat dat dus ook meteen de zichtbare link wordt. Je zou eventueel de zichtbare link kunnen doen, vervangen. Dus stel voor dat je iets wil promoten, maar het heeft een hele lange link of niet zo'n hele leesbare link. Dan kan je dus hier eigenlijk veranderen naar zichtbare link, wat dan misschien meer klantvriendelijk is of lekkerder leest. Wij laten hem even zo. En hier zo heb je je call to action. Dus je call to action is eigenlijk dat je tegen je websitebezoeker of tegen degene die de advertentie ziet, zegt wat wil je dat ik doe? En hier kan je zeggen, wil je meer informatie? Je kan nu aanvragen, nu boeken, contact met ons opnemen, downloaden, aanbieding claimen, offerte aanvragen, aanvangstijd bekijken, luisteren, registreren. Dus dit wordt al best wel op maat. Vroeger had je hier minder keuzes in. Ik zeg elke keer vroeger, maar dat komt omdat Facebook adverteren gewoon al een tijdje bestaat en ontzettend heeft meeontwikkeld met de tijd. Dus hier zeggen we bijvoorbeeld, nou, we willen meer informatie. Dus we willen niet per se direct overgaan om nu te kopen. Kan wel. Net wat je zelf wil, hè. Maar dan zou ik ook de link hierin zetten met meteen het link naar het product in je webshop. Kortom, alles is goed. Jij bepaalt. Maar even om aan te geven dat dit ook een optie is.
Het leuke is, hier kan je hem ook meteen multilanguage maken. Dus als je zegt van ik wil exact deze advertentie, alleen in een andere taal, kan je hier zo heel snel je advertentie vertalen. En op het moment dat ik op publiceren druk, dan staat hij live. Dan zal Facebook hem nog even moeten herzien vanwege hun beleid. En op het moment dat het goedgekeurd is, krijg je een notificatie. Jouw advertentie staat live. Die advertentie kun je daarna makkelijk kopiëren of dupliceren. En die komt dan hieronder te staan. Dus dan komt hier te staan advertentie. Hier, als je hier naartoe gaat, kan je snel kopiëren doen. Dan zie je een advertentie eronder. Heb je exact dezelfde advertentie? Dat wil je natuurlijk niet, want je wil niet twee dezelfde uitingen. Je wilt juist experimenteren welke foto loopt wel, welke niet. Het enige wat je dan hoeft te doen, als je daarvoor open staat, is door te zeggen, hey, in plaats van deze media doe ik bijvoorbeeld een andere foto. Dus ik hou de tekst hetzelfde, maar ik doe twee verschillende foto's. Gewoon om te kijken welke wordt het meest op geklikt, welke wordt het best geconverteerd. Je kan ook zeggen, ik hou dezelfde foto's en ik doe een andere tekst. Dus ik maak de tekst wat commerciëler of wat, nou ja, wat je ook wil. Stel voor dat we even voor de eerste optie kiezen en we gaan even een andere foto. Het enige wat je dan doet is weer eigenlijk hetzelfde proces. Dus je gaat afbeelding toevoegen. Ik ga even wat uploaden. Ik kies even voor wat voor foto's wil deze. Los van of je van honden houdt of niet. Ik hoop dat je het idee volgt en snapt. Klikken we even op deze. En we gaan eigenlijk hier het proces weer opnieuw. Dus hier zeggen we, nou, dit is een hartstikke leuk hondje. Dat doen we even op bijsnijden. En we doen dit eigenlijk weer hetzelfde. En hier kan je dus heel snel jouw eigen advertenties mee vormgeven. Hoppakee. En ook voor deze doen we even zo. Nee, die komt een beetje zo. Oké, perfect. Oké. En je ziet, aan de rechterkant springt hij weer mee. Dus hier zie je precies weer, oké. Nu heb je dus een heel andere advertentie, een heel ander gevoel wat je eigenlijk meegeeft. Een heel andere uiting, maar wel eigenlijk met dezelfde boodschap letterlijk. En hier kan je eigenlijk gaan testen. Op het moment dat je live staat, kan je al meteen gaan testen. Oké, wat spreekt mensen aan? Waar klikken ze op? Waar klikken ze niet op? En ja, nogmaals, dan stuurt Facebook eigenlijk automatisch al bij. Dus wat Facebook doet, Facebook is gewoon ontzettend slim. Die zegt, hey, die afbeelding of die advertentie loopt beter ten opzichte van die ander. Dus die laten we al meer zien. Dus hij scoort ook een soort, ja, hij laat de beste advertenties laat hij ook weer meer zien. Zodat die kwaliteit steeds goed blijft. Maar nogmaals, leer er ook zelf van. Dus duik er ook zelf af en toe in om te kijken wat aanspreekt. Maar zo snel kun je dus eigenlijk een heel gerichte, en weet wat je wil, maar hele gerichte advertentiecampagne opzetten. En tegen relatief laag budget. Want je kan al tegen eigenlijk een paar euro, kan je dus eigenlijk al jouw boodschap vergroten. Zo snel kun je dus eigenlijk een advertentieset opzetten. Samenvattend wil ik even naar punt 3. En dat is alle aspecten van een campagne. En alle campagneaspecten heb ik hier opgesomd. Dat zijn er in totaal ongeveer 10. Ligt eraan hoe snel je erin bent en wat voor jou van toepassing is. Maar de eerste is het opzetten van een Facebook advertentie business manager account. Nou, dat volgt vrij zichzelf, maar dat is wel een must om te gaan starten. Dan heb je, zo overigens gewoon gratis. Stap nummer 2 is het bepalen van je doelen. Dat hebben we net ook gezien hoe dat in de praktijk werkt. Maar het is ontzettend belangrijk om ook achteraf te beslissen van, hey, is dit wat ik wilde? De benaming hebben we gezien. 4 is budget en looptijd. Dus je stelt je budget in en de looptijd van de campagne. Dat kan bewijs van maanden zijn, maar dat kan bewijs van ook 2 weken zijn. Ligt er net aan wat je zelf wil. Je advertentieplanning, daar ben ik nu niet op ingegaan. Maar technisch is het mogelijk om te zeggen, hey, ik wil mijn advertenties altijd laten zien als mensen aan het eten zijn. Ik noem maar wat. Tussen 6 uur, even Nederlandse etenstijd, en 8:30. Ik noem maar wat. Behalve op zondag. Je kunt heel gericht per dag, per tijdsblok eigenlijk aangeven wanneer jij jouw advertenties wilt laten zien. Nummer 6 is doelgroep opzetten. Dat hebben we behandeld. En als je meer gevorderd wil, en ik geef daar ook een online cursus heb ik daarvoor opgezet. Dat is punt nummer 7. En dat is ook eigenlijk een meer geavanceerde manier van adverteren op Facebook en Instagram. En dat is werken met aangepaste doelgroepen. Dus op het moment dat je gaat retargeten, custom audiences en dergelijke, dan vertel ik daar meer over. Uiteraard met de nieuwe privacywetgeving in acht. Dan heb je nummer 8, het plaatsen en kosten van dus het optimaliseren eigenlijk en de plaatsingen kiezen. Nou, dat hebben jullie net gezien hoe dat kan en wat er allemaal wel niet mogelijk is. Nummer 9 is koppelen zakelijke pagina's, ook dat hebben we behandeld. En nummer 10 is de advertentie opzetten. En nummer 11 is eigenlijk niks anders dan lanceren en dan bijsturen. En dat brengt me ook naar het volgende punt.
En dat is eigenlijk ook wel een van de leukste punten. Maar dat is de statistieken. Zoals jullie weten heb eigenlijk elk social media netwerk of elke zoekmachine heeft ontzettend veel data. En die data, de truc is om in die data om te zetten van eigenlijk informatie naar kennis. Dus dat je ook weer heel gericht gaat kiezen wat is voor mij relevant en wat is voor mij niet relevant. En die statistieken die we terugkrijgen, nou, daar kun je gewoon ontzettend veel mee. Ik liet het even al zien net waar je het kunt vinden, maar ik heb hier even print screen in gedaan. Als je naar accountoverzicht gaat, dan zie je daar eigenlijk het accountje. En als je naar dat icoontje gaat, dan kom je eigenlijk in een hele, ja, in heel veel data. Dit is een van de onderdelen die ik laat zien. Maar hier kun je ontzettend veel leren over jouw campagnes. Dus hier kan je zeggen, oké, ik heb het even boven gezet, meten is weten, maar het is ook echt zo. Je kunt precies zien, zeg maar, hoeveel mensen je bereikt hebt, wat de resultaten zijn, hoeveel mensen er doorgeklikt hebben op links. Kosten per resultaat, deze is bijvoorbeeld 3 cent is een kost per resultaat. Dat kan een CPC zijn, dus een kost per klik. Dus op het moment dat betalen mensen 3 cent om iemand naar je website te krijgen. Nou, dat is natuurlijk een supergoede campagne. Dus zo kan je ook berekenen, dan heb je ook geen mega budgetten nodig om wel heel gewoon gericht jouw doelgroep te benaderen. Nou, wanneer haal je dit, hè? Even los van de statistieken, maar wanneer haal je nou een campagne met 3 cent per klik of per resultaat? Is als je je strategie goed hebt. Dus dat is wel een voorwaarde tot succes. Weet wat je wil, weet wat je communiceren wil. Zorg dat je heel die flow, wat we net eigenlijk behandelden, zorg dat dat klopt, dat het één verhaal is. Weet wie je wil bereiken, met welke boodschap. Zit erop. Dan is dit echt nog mogelijk. Er zijn best wel veel geruchten dat het niet meer mogelijk is. Het kan nog. Ik draai nog best wel veel campagnes, voornamelijk voor klanten, met 3 cent per klik. Laat het 6 cent zijn, laat het 10 cent zijn. Maar als ze daardoor een boeking hebben of wat dan ook, zijn ze gewoon ontzettend blij. Dus zorg dat je strategie klopt en dat eigenlijk je verhaal van A tot met Z klopt. Dat heeft de boodschap erachter. Los daarvan, hier kan je dus ook al een stuk de diepte ingaan. Dus je kan precies zien hoeveel mensen je bereikt hebt, tegen wat voor budgetten en dergelijke. En je kan ook zien wanneer je ze bereikt hebt, in wat voor leeftijdscategorie. Dus hier zie je de leeftijdscategorie en het percentage, zeg maar, van mensen die we bereikt hebben gedurende deze campagne. Als je hier fan van bent en je zegt, ik wil hier meer van leren, kan je ook de diepte ingaan. Je kan heel diep gaan, maar even om aan te geven wat er allemaal mogelijk is. Hier kan je dus combineren op leeftijd en geslacht. Op leeftijd, maar je kunt ze ook op geslacht combineren. Er zijn ook grafieken dat je precies kan zien, de vrouwen kosten meer dan de mannen. Met andere woorden, als je je richt op mannen en vrouwen en dan kan je zien, de mannen heb ik bereikt voor 3 cent per klik en de vrouwen voor 6 cent per klik. Of wat dan ook. Maar even om aan te geven dat je dus heel gericht dat kan zien. Soms in de praktijk maak ik mee dat mensen zeggen, maar dat deel van de doelgroep wordt toch niet bereikt. Nou, dat is een mening, veronderstelling, prima, laten we het gewoon doen. Laten we gewoon die campagne lanceren en kijken wat het doet. En dan zie je dat toevallig mensen uit die doelgroep er wel op klikken. Nou, dan kan je dat ook weer terugkoppelen en zeggen, dit is gewoon de data. Zonder dat daar een mening in zit, dit zijn de feiten. Dus je kan ontzettend veel leren van je campagnes die je eigenlijk opzet over jouw doelgroep en waar kansen liggen en waar je gewoon wat mee kunt. Dus hier kan je op filteren wat jij wil. En het leuke is dat het niet alleen is op gegevens van leeftijd en dat demografische gegevens, maar bijvoorbeeld ook geografische gegevens. Dus hier zo kun je ook filteren op land, op regio, noem maar op. Dus hier kan ik precies zien, in deze campagne is ongeveer 40% kwam uit Zeeland met 3 advertentiesets. Dus zo kan je heel gericht ook je resultaten, mocht dat interessant voor jou zijn, geografisch terugkijken. Daarnaast kun je natuurlijk, wat ik net al benoemde, ook per advertentie en per advertentieset terugkijken. Welke advertentie nou het beste klikte, welke niet, et cetera, om daar ook weer van te leren. Onderdeel 4, samenvattend. Tot slot wil ik jullie even de samenvatting delen. Ik hoop dat je het ten eerste wat aan hebt gehad. Abonneer je op zo'n OMC-kanaal, dat zou ik ontzettend leuk vinden. Heb je een vraag, stel hem ook hieronder. En het laatste punt wil ik graag even met je doornemen. Samenvattend. Bedenk vooraf je doel, je doelgroepen en je boodschap. Vaak zie je dat mensen het eenmalig proberen en dan zeggen het werkt niet. Maar dat is net als eigenlijk, neem een vergelijking als je wil afvallen. En je sport 1 keer en je denkt, die 10 kilo is er vandaag nog niet af. Soms heb je een strategie nodig, wat meer handvatten voordat je weet, die kant wil ik op, dat is mijn doel, dat zijn mijn doelgroepen en dat is mijn boodschappen. Dus wees er alvast mentaal mee bezig.
focus je op je uitingen en je visuals. Je ziet hoe Facebook eigenlijk ons faciliteert door al meteen te zeggen, dit is de story advertising. Dit is de advertising in je Facebook marketplace. Super concreet krijg je het al voorgespiegeld. Dus daarmee kan je ook al inleven wat eigenlijk jou, degene die jouw advertentie ziet, ook letterlijk ziet. Kies de settings die voor jou van toepassing zijn. Ga je sturen op CPC, ga je sturen op branding, ga je sturen op dat je alleen wil dat jouw advertenties in het weekend zichtbaar zijn. Alles is goed, zolang het maar eigenlijk bij jou en jouw doelen past. Stuur bij, kijk naar lancering of ze het resultaat geven wat jij wilt. Het mooie van Facebook ook vanuit financieel oogpunt is, ik heb nog nooit een advertentiecampagne gedraaid waarbij ze meer uitgaven dan het advertentiebudget. Je ziet dat bij andere platforms waar je ook kunt adverteren op social media, gebeurt dat wel eens. Dus dan geven ze een soort indicatie en dan schrijven ze soms net wat meer af van je creditcard. Als je daar geen limiet op hebt gezet. Facebook doet dat niet. Als Facebook heb ik echt waar, die hebben altijd gezegd, nou dit is budget en die houden zich er altijd netjes aan. Hebben ze minder bereikt, dan kan er ook nog een soort van budget over zijn. Dus dat vind ik persoonlijk wel een heel groot voordeel. Los daarvan, kijk gewoon naar de data. Stuur bij, kijk naar de lancering of ze het resultaat geven waar jij blij van wordt. Experimenteer. Loopt een advertentie minder of juist heel goed? Nou, dan kan je zeggen, dan maak ik een verschuiving. Of die ene advertentieset loopt niet zo goed. Nou, zet hem even uit. Helemaal niks aan de hand. En gewoon doen. Ga ervoor. Het is gewoon leuk. Het is mooie materie. Er is geen één platform wat zoveel data teruggeeft eigenlijk aan de gebruikers op advertentieniveau dan Facebook. Dus maak daar gebruik van in je marketing en communicatie en maak er iets moois van. Dan wil ik je ontzettend bedanken voor het kijken. Heel veel succes wensen. En mocht er wat zijn, dan hoor ik het graag. En abonneer je op ZOMC. Dankjewel!